Bij Punt P blijf je echt goed in contact met de maatschappelijke problematiek. En dat geeft heel veel motivatie en energie. Het is zo mooi om te werken bij Punt P, omdat je heel veel verschillende cliënten ziet. En ja, lekker vrij kan werken, zoals je zelf wilt. Dus het verschilt een beetje eigenlijk hoe mijn dag eruit ziet. Maar het wisselt van een aantal cliëntconsulten en overleggen met collega's. Op een dag zie ik normaal rond de 5 cliënten. En onderdeel daarvan kan ook zo zijn dat ik meekijk met een collega. De behandelingen die ik uitvoer zijn cognitieve gedragstherapie, KPSP. Ik geef ook EMDR behandelingen en ik doe schematherapeutische behandelingen bij Punt P. Wat het zo leuk maakt om als gezette te werken bij Punt P, is dat je aan de ene kant zelfstandig kan werken en echt regie kan hebben over je behandelingen. Maar daarnaast werk je echt als onderdeel van een team. Doelgroep binnen Punt P is echt een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving, denk ik. Dus echt niet alleen maar Nederlandstaligen. We zien mensen van over de hele wereld. Echt van alles. Je ziet jonge mensen, oudere mensen, mensen die werken, mensen die geen werk hebben. Het is heel, heel gevarieerd. Maar ook de problematiek is heel divers. En dat maakt het heel uitdagend. En het maakt ook dat het elke keer nieuw is. Ik heb voor Punt P gekozen wegens de diversiteit aan cliënten. Dus je ziet veel mensen met verschillende stemmingsproblemen of angstproblematieken. En met het team samen kijken welke puzzel is dit en hoe gaan we het beste oplossen. En ook wegens de mogelijkheden voor doorgroeien en opleidingsmogelijkheden. Je krijgt een jaarlijks budget en dan kan je zelf met je manager gaan kijken van waar wil ik me verder in verdiepen. We proberen echt elkaar te helpen en om meer te leren. En om de beste behandeling te bieden aan onze cliënten. Door met de cliënt heel erg samen te gaan kijken van waar gaan we aan werken. En echt proberen om iemand echt weer op weg te helpen.